Vandaag gaan we lekker koken met aubergines. Het heet Werelds Koken. Ik neem jullie lekker mee op reis. En we gaan lekker aan de gang met aubergines. Weinig ingrediënten en ik zal jullie laten zien dat je snel een heerlijke maaltijd hebt. Ga mee naar de keuken. In Italië zijn we beland. Dan gaan we heerlijk gerecht maken met aubergine. Melanzane arrosto. Melanzane is aubergine in het Italiaans. Arrosto is grillen. Er zit weer het recept bij. Italiaans kruiden zitten erbij. Dus we gaan lekker aan de slag nu. We hebben een Italiaanse kruidenmix. Dus heerlijke tijm, rozemarijn, salie, oregano, allemaal gedroogd. Verse zut en sol, gedroogde tomaatjes, is een hele lekkere smaak. Verse rucola, een beetje pittig is die. Een teentje knoflook, gedroogde, gerookte prosciutto, Italiaanse ham. En lekker stuk parmezaan om straks over het gerecht af te schaven. En heel belangrijk wat we gebruiken is een goede olijfolie. Niet om te grillen, maar om later mee in te smeren. En een balsamico-azijn. Voordat we aan de slag gaan, we eerst wat ruimte maken. Op plaatje of een keukenschaal. Waar we de aubergine op marineren voordat we het gaan grillen. Dit is een heel eenvoudig gerecht. Je ziet het veel in Italië in de zomer. Op schalen. En dan lekker met een stukje kaas op een terrasje. Snij je dunne plakken van een centimeter. We leggen de plakken op de schaal. En dan kan je het marineren. Een kwastje met olijfolie. Je hoeft geen dure extra virgin olie te gebruiken om hem in te olieën in het begin met het grillen. Dat doe je achteraf, want dat is zonde, want dan gaat de smaak verloren van de mooie olie. En straks besprenkel je met balsamico. Je zou ook wat limoensap kunnen gebruiken. Dan wordt hij minder snel bruin. De pan licht invetten, niet te dik, anders krijg je geen grillruit. Lichte kruiden. We maken de knoflook schoon. En we persen hem niet te fijn, want als hij verbrandt in de pan wordt het gerecht weer bitter. Dunne plakjes. We gaan nu de aubergine grillen in een mooie ruit. Dus we leggen de plakken aan één kant in de pan. Belangrijk is dat je een goede temperatuur van de pan hebt. Het is ook heerlijk als je dit doet op de barbecue. Lekker in de zomer. En je grilt hem om en om tot hij gelijkmatig gaar wordt. En dan wordt hij niet sompig en dan blijft hij mooi van structuur. Belangrijk is dat je hem toch wel een beetje laat bewegen. Want als hij te zwart wordt, wordt het ook weer bitter. Dat is net zoals je straks de knoflook gaat toevoegen. Als je hem te vroeg de knoflook erbij doet met te weinig olie, dan krijg je een bittere smaak. De olie heeft hij allemaal geabsorbeerd. Dus nu zou je een klein beetje knoflook kunnen doen. Even naolieën, want hij neemt alle olie op. En nu zie je dat er een mooie grillreef in komt. Dan gaan we even alles klaarzetten, zodat we makkelijk kunnen opmaken. En natuurlijk de parmezaan. We gaan het een beetje op een antipasto manier doen. We hebben rucola. Lekker wat zut en sol tomaatjes. Parmaham doorheen, maar je kan ook gerookte zalm of je kan gegrilde paprika voor vegetariërs. Nou, daarbovenop doen we de plakken aubergine. En als laatste schaven we de parmezaanse kaas eroverheen. Ik heb een truffelschaaf, maar je kan ook een kaasschaaf nemen. Hierbij kan je lekker Italiaans brood serveren, nog verse basilicum eroverheen doen. Je kan eigenlijk heel veel variaties met dit hele eenvoudige gerecht. Dus eet smakelijk.